Nou, ik ben Tim Lips, ik ben eventruiter. En we zijn hier vandaag omdat ik graag wil laten zien hoe je het beste je kan voorbereiden als je aan een eventwedstrijd wil gaan deelnemen. Voordat je dus dan die eerste wedstrijd gaat rijden, is het heel erg belangrijk om toch zo te trainen dat je eigenlijk alles wat je tijdens een eventwedstrijd kan tegenkomen, dat hij dat al een keer gedaan heeft. Dus dan praat je eigenlijk over een sowieso, ja, in de zee is meestal wel een boomstam. Dus die moet je gedaan hebben. Je moet eigenlijk wel een greppeltje gedaan hebben. Je moet sowieso een keer door het water. Een keer een op- en afsprongetje. Nou, en dan ben je eigenlijk al vrij ver. Nu gaan we voor het eerst keer een greppeltje springen. Ik heb expres wat boomstammetjes eroverheen gelegd. Zodat het paard niet het diepe gat in kan kijken. En ik heb even als tip meegegeven om zelf over het greppeltje heen te blijven kijken. Iets meer terugzitten. Kijk, heel goed. Waarom heb ik verteld tegen Eve dat ze iets meer de schouders terug mag houden? Dat komt omdat ze dan wat beter overzicht houdt wat er na de hindernis gaat gebeuren. Want het kan zomaar zijn dat je 6-7 glossprongen daarna in een B-cross weer een hindernisje hebt staan. Heel goed. Voor het paard was het heel erg duidelijk. En dat kwam vooral door de juiste balans van Eve. Nou, we hebben net het eerste slootje geoefend met Eve. Dat vond hij nog een beetje spannend. Dus we hebben daar even de tijd genomen. Toen zijn we naar een ander slootje gegaan. Nou, dat ging perfect. Dus toen hebben we ervoor gekozen om het nog iets moeilijker te maken. En om eerst over de boomstam te springen en dan over het slootje. Omdat de moeilijkheid hierin zit dat als hij moet afzetten bij de boomstam, dat hij toch ook al naar het slootje kijkt. En dan moet hij toch de sprong goed afmaken. Dus daarom herhalen we dat, zodat hij snapt dat hij eerst goed over de boomstam moet springen en dan over het slootje. En dit allemaal doen we gewoon uit een rustig ritme, zodat het paard de tijd krijgt om te zien wat er gevraagd wordt, wat hij moet doen. Oké, Eve, we staan nu bij de Sunken Road. Dus je springt naar beneden, één glossprong eruit. En dan kan je gelijk op 3 glossprongen linksom verder naar de punt. Ja. Dus het is heel erg belangrijk dat je op tijd de punt aankijkt. Probeer iets beter op je beugels te blijven steunen. En als je hier naar beneden springt, hij springt zelf alweer daar omhoog. Jij blijft alleen maar naar die punt kijken. Ja. Want het is best een korte bocht. Mm-hmm. Oké? Okay? Ik vond dat je het goed uitvoerde. Zeg maar, je bleef kijken. Je deed wat ik je gevraagd had. Alleen, nou kreeg een beetje hetzelfde probleem als bij die andere smallen. Je sprong uit de Sunken Road en eerst wat je doet is met hand komen. Probeer gewoon eerst met been te komen, dat hij mooi de voorwaartse drang houdt. Of nou gaat ze het water instappen. Wij doen dat ook met de ervaren paarden, zelfs met mijn topper Concrex van Carlos, die 2 Olympiades heeft gelopen. Met in de training altijd de eerste keer een stap door het water, zodat het voor het paard gewoon weer fijn vertrouwd aanvoelt. Draaf maar rustig door. Heel goed. En nou misschien een rustig galopje. En waarom zeg ik een rustig galopje? Omdat als je rustig galoppeert, is je paard meer gesloten. En dat is ook heel erg belangrijk in de waterbak. Nu gaat ze de waterbak inspringen. Is het heel belangrijk om de schouders goed terug te houden. Wat ze mooi doet. En heel mooi over de smalle weer eruit springt. Voor de veiligheid is het heel erg belangrijk dat je de juiste materialen gebruikt. Zo heeft Eve bij het paard de juiste beenbeschermers. Wat het paard dus beschermt tegen de hindernissen. Ook heeft ze springschoenen aan. Dat doen we vooral voor de op- en afsprongen en voor de waterbak. En zelf heeft Eve laars aan. Je kan ook met chaps kan je crossen. Je hebt een helm nodig altijd. Een goedgekeurde veiligheidshelm. Een bodyprotector. En je kan kiezen voor wat ik altijd zou doen, voor een airjacket. En een airjacket is ervoor gemaakt als je van het paard afvalt, dat hij in 0,1 seconde wordt hij opgeblazen, zodat hij toch nog meer bescherming biedt voordat jij op de grond valt.
De springschoenen die we dus juist aandoen voor de op- en afsprong en voor de waterbak, is omdat de paarden dan vaker geneigd zijn om grote sprongen te maken, waardoor ze makkelijker een keer op de bal van de voet trappen. En vandaar dat we dus de springschoenen aandoen. Het is heel erg belangrijk dat de machtegaal op de juiste lengte hangt, zodat het paard nooit in de machtegaal kan springen. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk als het paard wil landen, dat hij ook kan landen.